Hoi, welkom op het kanaal van Happy Healthy. Leuk dat je kijkt. Vandaag vertel ik aan je de gezondheidsvoordelen van cacao. Cacao heeft vele gezondheidsvoordelen en wordt tegenwoordig ook een beetje geschaard onder de superfoods. Maar wat zijn nou precies die gezondheidsvoordelen? Nou, er zijn er een aantal verschillende die ik je vandaag allemaal vertel. En om te beginnen zijn dat de antioxidanten die het bevat. Antioxidanten is een beschermende stof die ons beschermt voor schadelijke stoffen van buitenaf, ook wel de vrije radicalen genoemd. Antioxidanten zijn een heel belangrijk onderdeel van ons voedingspatroon en zo ook is cacao heel rijk aan antioxidanten. Daarbij is het wel belangrijk dat je let op welke soort cacao je gebruikt. Nou, om die even te vergelijken heb ik in deze video ook de rauwe cacao van het merk Raw Organic Food. En ik heb ook de meer bekende variant van Drosten. Nou, wat is nou het verschil? Dit is de rauwe variant en dit is de met hitte verwerkte variant. En antioxidanten gaan vaak verloren bij hitte. Dus deze variant, hoewel het zeer geschikt is om mee te bakken, om mee te koken, bevat veel minder antioxidanten dan de rauwe variant. En gaat het dus om de gezondheidsvoordelen, met name als het gaat om de antioxidanten, kan je altijd beter voor de rauwe variant kiezen. En in principe is er verder geen verschil in smaak en structuur. Nou, wat voor soort antioxidanten bevat cacao dan? Nou, dat zijn een bepaald soort antioxidanten die we flavonolen noemen. Flavonolen zijn een specifieke groep antioxidanten die zich onder andere ook in groene thee en rode wijn bevinden. Op basis van heel veel verschillende onderzoeken zijn er ook veel verschillende gezondheidsvoordelen gevonden van een hoge inname van flavonolen. Zo verhoogt het onder andere de insulinegevoeligheid, wat het risico op diabetes type 2 kan verlagen. En het heeft een beschermend effect als het gaat op het ontwikkelen van kanker en hart- en vaatziekten. Daarnaast verhogen antioxidanten ook het afweersysteem en kan het er dus voor zorgen dat je minder vatbaar wordt voor een griepje of verkoudheid. Daarnaast, als je wel ziek wordt, kan je deze ziekte beter bestrijden. Een laatste voordeel van de flavonolen is dat het cholesterol kan verlagen. En het cholesterolverlagende effect heeft dan ook weer effect op het risico op hart- en vaatziekten. Wel is het belangrijk om te zeggen dat je natuurlijk niet gigantische hoeveelheid cacao gebruikt op een dag. Je kan het verwerken in een smoothie of in je pap of misschien dat je iets gaat bakken. En dan heeft het zeker voordelen, maar je moet wel een flinke hoeveelheid flavonolen binnenkrijgen om al die gezondheidseffecten ook echt in grote mate te zien. Dat betekent niet dat het niet een geweldige aanvulling kan zijn op een gezond voedingspatroon en de hoeveelheid flavonolen die je binnenkrijgt op een dag kan verhogen. Nou, wat zijn dan een aantal andere gezondheidsvoordelen van cacao? Nou, cacaopoeder is onder andere rijk aan magnesium, wat een bloeddrukverlagend effect heeft. Dus zeker voor mensen met een hoge bloeddruk kan cacao helpen bij het verlagen van de bloeddruk en zo het risico op hart- en vaatziekten te verkleinen. Daarnaast bevat cacao een stofje genaamd theobromine. En dit lijkt qua werking heel erg op cafeïne, maar het is niet exact hetzelfde. Nou, theobromine die verhoogt de bloedtoevoer naar de hersenen, waardoor het denkvermogen en het geheugen verbeterd kan worden. Het verschil is dat theobromine niet zozeer het stimulerende effect heeft als het gaat om je energie, wat cafeïne wel heeft. Nou, een ander mooi voordeel van cacao is dat het best wel vezelrijk is en het zijn oplosbare vezels die heel goed zijn voor de darmgezondheid. Nou, kijken we dan bijvoorbeeld naar de rauwe cacao, die bevat per 100 gram 33 gram vezels. Dus het bestaat eigenlijk voor 1/3 uit vezels. En het is een hele mooie aanvulling op je dagelijkse behoefte aan vezels. Nou, als laatste voordeel van cacao, het is niet per se een voordeel voor de gezondheid per se, maar wel voor de mentale gezondheid. En dat is dat het een aantal stofjes stimuleert die ook wel het gelukshormoon op kunnen roepen. Cacao bevat namelijk een bepaald soort aminozuur wat stoffen aanmaakt in het lichaam die de aanmaak van onder andere dopamine en noradrenaline verhoogt. Dit zijn twee hormonen die voor een gelukzalig gevoel kunnen zorgen en dus wordt er ook wel gezegd dat cacao de gelukshormonen stimuleert. Daarnaast is ook onder andere magnesium nodig om dopamine aan te maken en laat dat nou net in redelijke hoeveelheid aanwezig zijn in cacao. Nou, dit zijn een aantal van de belangrijkste voordelen van cacao op een rijtje gezet. Ik hoop dat je wat aan deze informatie hebt. Zorg ervoor dat als je dus cacaopoeder kiest, dat je voor de rauwe variant gaat. En vergis je niet dat bepaalde producten, zoals chocolade, natuurlijk ook stoffen bevatten die wat minder gezond zijn, zoals bijvoorbeeld veel suiker. Dus cacao kan zeker een goede aanvulling op een gezond voedingspatroon zijn, maar dit is geen vrijbrief om een hele reep chocola per dag te gaan eten. Ik hoop dat je wat aan deze informatie hebt gehad en ik zie je heel graag in een volgende video. Doeg!
Vond je dit een leuke video? Klik dan even hier om je te abonneren op ons kanaal. Kijk op happyhealthy.nl voor meer informatie. En daar vind je ook onze afslankreceptenbijbel, ons kookboek met meer dan 100 gezonde recepten om mee af te slanken. Ik hoop dat je dit een leuke video vond. Tot de volgende keer. Doeg!